kan wel nog wel eventjes doorfietsen, maar het zal niet lang meer duren. Ja, daar ga ik. Ja, oeh. Het mogen duidelijk zijn. Veel keuze heb je hier niet. Alles gaat rechtdoor. De tijd dat alles dicht zit is in ieder geval tot 15 juni. Maar als je ziet hoe ver ze zijn en het feit dat er ook weinig activiteit is, maar wel alles diep is uitgebroken de gins, dan vraag je je wel af of ze dat zullen redden. We zullen de gins nog even een kijkje van dichtbij nemen. Hier loop ik dus richting de afgebroken weg. Om je even van dichtbij te laten zien hoe dat in elkaar zit. Kijk, hier zijn de wortels gewoon 1,5 meter diep weggehaald. De boomstam is beschermd, zodat daar niks kan mee gebeuren met de aanvoer van stenen. Als we iets naar rechts gaan, ziet u daar de geplaatste watertoevoerbuizen. En die zorgen weer dat in dit geval, die zijn tussen twee bomen geplaatst, twee bomen kunnen worden voorzien van water. Ik rij nu ter hoogte van de rotonde van de meter. Je ziet, hier moet alles nog gebeuren. Op de rotonde zelf is klaar. Die hebben ze eerst afgemaakt, zodat het verkeer hier rechts, van rechts het centrum naar links de meter in ieder geval door kan gaan. En heb je toevallig een verkeerde afslag, dan heb je maar één ding te doen. Helemaal rond en terug. Even kijken of die groene wagen goed rijdt. Ja, die moet in de wijk zijn.